Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. We beginnen met wat felicitaties. Want het is een feestelijke dag vandaag. De eerste felicitatie is voor de PVV. Want ik zag deze tweet. Hoera, PVV 18 jaar. Ja, Geert mocht vandaag alweer 18 Korans uitblazen. Dus, 18 jaar alweer, hè? Kleine populistjes worden groot. Ik zie ze nog zo binnenkomen met hun 9 zeteltjes. Ah. En dat was natuurlijk ook een groot feest voor alle PVV-leden. Dat was heel gezellig. Ah. Nou, Geert, geniet ervan. Je hebt het verdiend. Er liggen trouwens biertjes in de ijskast naast je standpunten. Van harte. Okay. En dan. Snel door. Snel door naar het volgende feestvarken. Dat is Ernst Kuipers. Hij is niet jarig, maar hij heeft wel een nieuwe baan. Het is bekend welke nieuwe baan de opgestapte minister Ernst Kuipers heeft. Hij gaat aan de slag bij een universiteit in Singapore. Ja, dat klinkt cool, maar hij wordt daar roostermaker. Dat is heel saai. Nee, in alle ernst, Kuipers wordt gewoon hoogleraar. Wat zeg ik? Hij wordt buitengewoon hoogleraar. En dat is cool, maar het is ook, toch, het is ook een beetje een teleurstelling. Hè? Want hij vertrok zo dramatisch. Half januari stapte Kuipers opeens uit het kabinet. Hij zou in de race zijn voor een internationale topbaan. Er kwamen meteen allerlei speculaties op gang. Gaat hij naar de WHO? Gaat hij naar de grote farmaceut? Wordt hij linksback bij Lazio Roma? Wat gaat hij doen? Niemand wist het. Het was één groot mysterie. En hij was echt opeens weg. Hij kwam zelfs niet naar de nieuwjaarsreceptie van het ministerie. Dus dat werd ineens heel gezellig. En de timing van zijn vertrek was ook heel slecht. Namelijk vlak voordat hij de miljardenbegroting van zijn ministerie met de Tweede Kamer moest gaan bespreken. Ernst was dus zoek. En op tv kwam zelfs op een gegeven moment een opsporingsbevel voorbij. Tanja, we gaan eerst naar het mysterie van de vertrekkende minister. Want we weten nog steeds niet waar die terechtkomt. Nee, het gaat om deze man. U kent hem misschien wel, want het is ex-zorgminister Ernst Kuipers van D66. Ja, als u hem ziet, benader hem niet zelf, maar bel direct 112. Hij kan verward zijn en is mogelijk sollicitatiegevaarlijk. Maar sinds vandaag weten we dus waar die is. Ernst Kuipers duikt op bij universiteit in Singapore. Nou, en die hebben hem toen blijkbaar een baan gegeven. Goed, Ernst, buitengewoon van harte en op je volksgezondheid. Hey. En dan nog even een beetje een voorzichtige felicitatie. Want het begint er echt op te lijken dat Mark Rutte secretaris-generaal wordt van de NAVO. Vandaag werd bekend dat Rutte nu ook de steun heeft van Joe Biden. En Amerika is praktisch de baas van de NAVO, dus het kan nu bijna niet meer misgaan. Nou, ook Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO, die ziet het wel gebeuren. We kunnen altijd nog laatste minuut ontwikkelingen zijn, maar ik ga ervan uit dat het goed komt. Ja, laatste minuut ontwikkeling, hè? Zul je net zien. Ben je maandenlang lekker bezig, wordt het in blessuretijd toch nog een Duitser. Maar waarom zou Rutte dan eigenlijk zo geschikt zijn? Nou, wat je vaak hoort is dat Rutte Trump aan kan. Hier, Rutte is bedreven in het managen van Donald Trump. Of deze, Mark Rutte heeft bewezen Trump heel goed te kunnen managen. Echt, iedereen roept dat. De Nederlandse premier die de chef van het machtigste land ter wereld tegenspreekt. Hij heeft een keer nee gezegd tegen Donald Trump. Laten we daar nog even naar kijken. Ja, hij heeft natuurlijk ook laten zien eerder richting Trump dat hij ook daar kan laten zien wat hij waard is. Ja. No, zei hij, ja. Onze Rutte heeft ooit publiekelijk Trump tegengesproken. Dat was nog nooit vertoond. En dat maakt hem dus de allerbeste NAVO-baas. Laten we even kijken naar dat moment. Ik weet dat nog. Trump was toen helemaal uit het veld geslagen. Echt, oh, die beteuterde oranje kop, jongen. Oh. Nou, laten we even kijken. And if we do work it out, that'll be positive. And if we don't, it'll be positive also. Because no. We're just thinking about those cars that pour in here. And we'll do something, right? We have to work but something. It'll be positive. But again, Mr. Prime Minister, thank you very much for being here. It's good to be here. Ja, doei. Trump heeft het niet eens gehoord. Zo heb ik een keer tegen Badr Hari gezegd dat hij hier moest komen. Echt zo. Kom hier dan. Kom dan hier dan. Kom dan. Oh, hey Badr. Hoi. Hallo. Maar in het buitenland vonden ze dit ook heel vet. Vorige maand werd Rutte op Amerikaanse televisie gevraagd hoe hij als NAVO-baas met Trump om zou gaan. How would you handle him? Because people say to me that you were a Trump whisperer of sorts. No, what I always said is we have not voted in the US. I'm a Dutch citizen. I cannot vote in the United States. So we have to dance with whoever is on the dance floor.
Dance with whoever is on the dance floor. Dat was ook altijd mijn tactiek om 4 uur 's nachts in bar dancing de stoep. Was echt sad. Tot de eigenaar kwam en die zei, vind jij dit nou een goed idee? En dan zei ik altijd... Oké. Dus Rutte kan nee zeggen tegen Amerika, dat is supercool. Maar volgens mij is de NAVO toch vooral opgericht om nee te zeggen tegen de Russen. Zou die dat ook kunnen? Dat weten we niet, maar hij is in elk geval wel heel close met de Oekraïense president Zelensky. Mr. Zelensky, good day to you, sir. What do you expect of your good friend, Mr. Mark Rutte, when he becomes Secretary General of NATO? Well, but she didn't tell me yet. Hoi, hallo. Nou, dit gaat helemaal goed komen. Rutte wordt NAVO-baas, zoveel is zeker. Van harte, Mark Rutte. Nou, Mark, daar ga je... Wat? Oh, ik hoor nu net dat er zich vanavond een tegenkandidaat heeft gemeld. Is dat echt waar? Hebben we daar beeld van? Het blijkt dat de Roemeense president zich ook kandidaat gaat stellen om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Dat heeft Roemenië vandaag aangekondigd aan de andere landen dat ze dat van plan zijn. Oké, de Roemeense president wil ook NAVO-baas worden. What the fuck? Wie denkt hij wel niet dat hij is? Ja, oké, de president dus van Roemenië. Maar jeetje, wat? Maar als hij echt kans wil maken, dan moet hij wel no durven zeggen tegen Trump. He? Is hij een beetje kritisch op Trump? He? Hebben ze elkaar ooit ontmoet? Thank you very much for the invitation to be here today with you. And thank you so much for arranging this nice weather in this place. Maar ja, hij denkt dat Trump God is. Wat een slijmbal, joh. Nee, dit heeft Rutte in de pocket. En dan... Dan is er nog een jubileum, want de oorlog in Oekraïne is deze week jarig. Zaterdag is het precies 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Nee, man. Nee, is geen reden voor een feestje, maar Poetin trakteerde zichzelf deze week wel op een stadje aan het front. Oekraïne heeft een belangrijke slag verloren. Na jaren van strijd is de stad Avdiivka in handen van het Russische leger. Ja, Oekraïne heeft de stad Avdiivka moeten opgeven. Die stad die lag al grotendeels in puin, maar nu zijn ook de laatste bewoners gevlucht. Het afscheid van de vertrouwde omgeving valt zwaar. De bewoners worden naar een station gebracht en daar vandaan gaan ze met de trein verder weg van het front. Ja. Dat is vaak een eerste teken dat het misgaat, hè, als de kanarie het frontstadje verlaat. Die kanarie die zat al 2 weken klaar met zijn koffers van... mevrouw, we moeten weg. Oh, was een parkiet. Nou, maar niet uit. En Avdiivka was niet een heel grote stad, maar wel van grote betekenis voor Poetin, vertelt Marten Kruijf. Waarschijnlijk ligt dus de waarde in dat Poetin wil worden herkozen als president en een succes nodig heeft. En Avdiivka voldoet daaraan. Wat? Poetin denkt dat hij Avdiivka nodig heeft om herkozen te worden? Wat is het toch ook een krankzinnig onzekere dictator? Echt. Oh. Het gaat sowieso niet goed met Oekraïne, want er is een gigantisch munitietekort. Oekraïne kan nog 2000 granaten per dag afvuren, maar Rusland bijna 10.000. Het tekort is nu zo groot dat Oekraïne soms niet eens meer kan schieten wanneer het nodig is. We zijn hier bij een commandopost van de artillerie-eenheid. Zijn we op zoek. Op schermen kijken we wat de Russen doen. Ze bepalen hier hun doelen en dan zien we dat ze op een gegeven moment een panzerwagen laten gaan. Een Rus eigenlijk. Zeggen ze ja, zo besparen we onze granaten. Die moet de infanterie zelf maar uitschakelen. Ja, dat gaat dus helemaal niet goed. En Oekraïne smeekt het Westen om meer kogels en granaten, maar wij leveren nu veel te weinig. Terwijl het is ook in ons eigen belang om Poetin te stoppen. Want als hij eenmaal Oekraïne heeft veroverd, weet je niet waar hij ophoudt. He, waar gaat dit stoppen? Moldavië, Polen, Aalsmeer. Ik weet niet. Waarschijnlijk Aalsmeer, dan ben je echt wel klaar. Dan ben je wel klaar. Dus ja, kijk, aan de ene kant is het logisch dat Europa nog wat kogels voor zichzelf wil houden. Maar je kunt ook zeggen, laten we Poetin in Oekraïne tegenhouden. Dat is bijvoorbeeld het plan van Denemarken. Want die hebben maandag besloten om al hun artilleriegranaten aan Oekraïne te geven. Gewoon alles. En dat zet me wel aan het denken. Zou het dan niet een logische stap zijn voor Nederland? Om bijvoorbeeld samen met Duitsland. Om dan nu Denemarken binnen te vallen. Ja, toch? Hé, hey, wat gaan ze doen, hè? Lego-blokjes neerleggen? Wat ga je doen? Ze hebben niks, joh, met je steeds, minister. What the fuck? Maar wat doen wij? Nou, NAVO-admiraal Rob Bauer zegt dat we in elk geval onze productie moeten opschroeven.
Ik denk wel dat het een reëel iets is dat in onze economie er een punt komt dat je wel misschien keuzes moet maken. Dat bepaalde productiecapaciteit niet voor consumptiegoederen meer beschikbaar is, maar meer wordt ingezet voor defensiespullen. Wow, meneer de admiraal. Er zijn ook producten waar ik als consument niet zonder kan, hè? Geurkaarsen, die ruiken naar Blossom Spring. Shampoo, die ruikt naar Blossom Spring. Ik hou gewoon van Blossom Spring. Als dat niet meer gemaakt wordt, vraag ik me af, waar vechten we dan nog voor? Maar nee, oké, misschien moeten we wat dingen gaan opgeven en iets gaan doen als land. Maar dat kan ook kansen bieden. Bijvoorbeeld voor de leegstaande autofabriek VDL. In Nederland, nou, een VDL bijvoorbeeld, zou nu bijvoorbeeld best wel gebruikt kunnen worden om daar een militaire industrie neer te zetten. Zo dus, concreet is het. We zouden dus die VDL-fabriek gewoon moeten omturnen tot een wapenfabriek. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Dat lijkt mij een goede regel. Alles wat we zelf niet meer gebruiken, wordt wapenindustrie. En ja, dat is dan vandaag net even lullig voor de blokker die te koop staat, ja. En ja, je krijgt dan kogels met een lelijk bloemetjesmotief. En een helm met een anti-aanbaklaag. En een tank waarvan je er thuis achterkomt dat de batterijen er niet bij zitten. Maar we zullen wel moeten. Dit was vandaag! Ja. Ja. En kies een opvolger van Mark Rutte bij eerst AI op Kamerling. Doe lekker mee! Naam? Jibbe van Oostenbrugge. Partij. NSC. Het is een Kamerlid. Mensen vragen mij vaak, zeg Arjen, kun je naar de hele uitzending terugkijken op NPO Start? Nou, meestal zeg ik dan ja. Gewoon om er vanaf te zijn. Maar er zit ook wel weer iets in, want het klopt eigenlijk wel. Je kunt de uitzending ook terugkijken op NPO Start. Is gewoon zo.